zie dan eindelijk weer een Black Ops Call of Duty. En het is alweer het vierde deel. En ze spellen het met zeg maar een soort van compleet foute Latijnse vertaling. Nou ja, of ze doen er een streep door als het deel 5 is. Ja, het kan ook turven zijn. Het kan ook turven zijn. Dat zou zomaar eens kunnen. Dat zien we dan binnenkort wel weer. Ik denk over 2 jaar. Maar we beginnen gewoon eens even met Black Ops 4. En dat is, zoals altijd, elk jaar wordt weer gezegd. Dit wordt de Call of Duty. Die Call of Duty weer uit het slop gaat halen. En gamers weer echt een snoeiharde multiplayer ervaring heeft. Hier zijn we dan aan door. Is het nou voor de verandering eens een keer waar? Ja, eindelijk. Ja, eindelijk. Ja, ik ben heel erg tevreden over Black Ops 4. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja, het was ook wel duidelijk aan je, wat was het, 2500 woorden tellende review over die game. Ja, en mijn misschien wat grote wallen, omdat ik heel erg veel Blackout heb gespeeld met onder andere Daniel ook. Maar god, wat is het een lekkere multiplayer. Ja, dat is natuurlijk ook wel meteen een soort van, laten we die deur dan ook maar meteen intrappen. Het is ook alleen maar multiplayer natuurlijk. Ja. Er is geen singleplayer modus meer, daar struikelen een heleboel mensen over. Eens en voor altijd, echt gewoon, die mensen die dat over struikelen, echt, jongens, life changes, echt waar. Gewoon mee dealen, want het is gewoon positief uitgepakt. Ze hebben die 4-5 uur singleplayer wat echt al jaren gewoon matig is. Ik bedoel, de laatste die ik gespeeld heb was Advanced Warfare en dat was echt een afgekeurde Michael Bay film. Mm-hmm. Het was vermakelijk, maar lang, na 2 weken ben je weer vergeten wat je gespeeld hebt. Ik denk dat het voor heel veel mensen inderdaad wel zo was. En het is natuurlijk ook zo dat Activision een tijdje terug gewoon enquêtes heeft gedraaid. Ja, enquêtes, en als dan blijkt dat wel 80% gewoon die hele singleplayer niet aanraakt, ja. Ja, er was een moment van inspraak voor de spelers, van hey, willen jullie een singleplayer? Dat moment van inspraak is er geweest en uit die enquêtes is gewoon gebleken van de meeste mensen kopen Call of Duty gewoon voor de multiplayer, dus we schrappen de singleplayer een keer en we gaan ons helemaal focussen op de multiplayer. En als ik jou mag geloven, is dat ook wel zeker waar. Ja, het is ook, kijk, Call of Duty moet je al jaren niet voor de singleplayer halen. Het is gewoon echt een multiplayer game. En nu kiezen ze puur voor alleen multiplayer en dat hebben ze door tijd te besparen op de singleplayer. En extra liefde te stoppen in de multiplayer, is dat nou gewoon een veel beter pakket dan de afgelopen, 5 jaar? Ja, en dat is nou ook wel een beetje, er zijn natuurlijk wat subtiele gameplay veranderingen gemaakt. Ja. Het blijft nog steeds de Call of Duty gunplay. Ja. Maar het is bijvoorbeeld dus wel weer zo dat we, allereerst je hebt natuurlijk die blackout modus, daar zullen we het zo nog wel over hebben. Maar ook die multiplayer, die kern van die multiplayer is ook een klein beetje veranderd. Iets meer, wat heel veel mensen een soort van Overwatch-eske verandering noemen. Ja, en ze beduren een beetje voor de Black Ops 3. Want Black Ops 3 had ook al een beetje die operators, die helden, zeg maar. Dat zijn dan ook 10. Overigens wel echt, er zitten een paar hele toffe tussen, gewoon qua uiterlijk, hoe ze eruit zien. Ze voelen niet zo heel erg generiek aan of zo. Vooral Battery is mijn favoriet, zo'n vrouw echt met een roze hanenkam en zo. Echt super tof. Maar die hebben allemaal dan een eigen skill en een soort van ultimate. Ja. Battery bijvoorbeeld, die heeft een cluster grenade en als ultimate kan ze dan een war machine, een hele grote grenade launcher, kan ze dan gebruiken voor 6 schoten, zeg maar. Okay. En als je doodgaat, ben je hem ook kwijt meteen. Typisch maar, zo'n ultimate dat je denkt, ik zet hem in, meteen dood. Ja, precies. Moet hem weer opnieuw opbouwen. Zo werkt het altijd. Ja. Maar ze zijn leuk en ze zijn ook moeilijk te krijgen. Waardoor het niet heel snel gaat ontaarden tot 1 grote ontploffingen. En allemaal. Het is zo'n skillfest waar het op een gegeven moment gewoon nergens meer op slaat. De ultimate haal je echt max 1 keer in een game. En dan moet je ook echt goed zijn. Want ik merk wel, als je een beetje slecht bent in de multiplayer, heb je grote kans dat je gewoon de ultimate niet krijgt in een potje. En dat is wel zonde. Ja, maar de game is wel iets zeg maar toegankelijker voor een wat minder veel eisende speler, heb ik een beetje het idee. Want als ik jouw review zo las, ik hoorde een paar keer van, het duurt wat langer voordat je neergeschoten bent. Ja. Je hebt natuurlijk nou ook de ability om jezelf of teammates te healen. Ja, vooral dat laatste is heel erg prettig. Je hebt een wat grotere levensbalk. Wat normaal 100 is, nu 150 HP, om het zo te zeggen. Waardoor je dus langer nodig hebt om iemand neer te schieten. En je kan jezelf actief ook healen. Dus in plaats dat je ergens in een hoekje moet wachten totdat het rode bloed uit het scherm is. Alsof je bloed in je ogen hebt. Precies. Is het gewoon meteen zo'n hypo, zo'n spuit in je arm. En je wordt meteen weer volledig geheeld. En dat kan je trouwens heel snel achter elkaar doen. Elke 5 seconden is hij dan weer herladen, die spuit. Holy shit. Dus je kan ook echt gewoon, als je echt een intensief potje hebt met tegen iemand, een shootout, kan je hem daadwerkelijk gewoon in plaats van 3 seconden, klaar. Ja, kun je eigenlijk daadwerkelijk 15 seconden shootout met iemand hebben voor snel healen en schieten en dan een klein beetje bullet sponges ook iets meer, omdat je gewoon op een gegeven moment zoiets hebt van ik heb al 12 kogels in je, waarom lig je nog niet? Ja, het valt om, het is niet meteen zo erg, maar er is in ieder geval een kans om terug te komen. Er is in ieder geval een mogelijkheid om een gevecht nog te draaien. Exact, bij de ouderen had je toch meer zo'n twitch shooter, degene die elkaar als eerste zag, die wint. Ja. 9 van de 10 keer. Ja, en natuurlijk 360 no-scope en dat soort skills. Ja, godzijdank ben ik echt heel weinig snipers tegengekomen. Laat ik dat voorop zetten.
De quickscope, ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan, maar ik ben ze amper tegengekomen. Dus gewoon scopes eruit halen? Nee, er zitten gewoon nog steeds 3 of 4 snipers in. Oké. Okay. Maar ja, ik ben blij. De gameplay is dermate aangepast dat het in ieder geval niet zo meer uitnodigt om dat te doen. Precies, ja. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel weer dat snipers zouden wel heel handig kunnen zijn. En natuurlijk de andere grote vernieuwing, dat is natuurlijk Blackout. En daar ben jij sowieso al helemaal weg van. Ja, ik zit zo in die Blackout, dat is echt bizar. Ik speel het nou al avonden achter elkaar met Daniel bijvoorbeeld. Eerste win ook gepakt, dat is ook echt lekker. Ook voor de mensen die het niet weten, Blackout is de Battle Royale van Call of Duty Black Ops 4. Dat is misschien even wel. Dus 100 man, 1 speelveld, uiteindelijk moet 1 iemand of 1 team overblijven. Ja. Nou, het is... Het is gewoon zo vet. Ik kan het niet zo goed beschrijven. Kijk, PUBG is, als we dan gewoon de 2 grote pakken, PUBG en Fortnite. Fortnite is echt wat meer wat kiddie, wat met bouwelementen. PUBG is groter, wat trager. Serieuzer, wil ik vaak zeggen. En Call of Duty voelt echt als de perfecte liefdesbaby tussen die twee. Ja, en dan dus een beetje, je krijgt wat meer die open, snelle gameplay. Maar je krijgt wel de adrenaline van PUBG. En die mieten elkaar dan in de middel. Met dan een heleboel Black Ops saus eroverheen, ja, precies. Ja. Met heel veel Black Ops saus eroverheen, hoe je het zegt, ja. Want je hebt dan gewoon een normale... het zijn gewoon normale soldaten. Je hebt geen bouwelementen, geen rare dingen zoals bij Fortnite. Maar je hebt wel die sfeer die PUBG levert met gewoon een militair gebied. En sowieso heel vet. De map is allemaal oude multiplayer maps uit de oudere Black Ops game. Nuketown heeft een eigen eiland gekregen. Firing range, echt pontificaal in het midden als een van de grootste plekken die er is. Dat is mijn favoriete map. En nog een paar andere dingen. Ook zombies hebben ze erin verwerkt, wat ook heel erg tof is gedaan. Waardoor je, als je die zombies gaat neerknallen, een soort van high risk, high reward idee. Ja. Dus iedereen hoort dat je ergens zombies aan het neerknallen bent. Maar die zombies droppen dan wel echt best wel hele goede wapens. Zelfs de ray gun uit de zombie modus. Dus ook echt gewoon zo'n laser gun die je kan krijgen. Dat is dat neigt inderdaad iets meer naar dat wat dat is echt een knotsgekke Fortnite-achtige... Er zijn echt 2 dingetjes dat een beetje die vibe heeft. Dat is die ray gun, maar die krijg je heel moeilijk, hoor. En toch ook die zombie locker, die ja, aap die, met... Die, dat is de tweede, de aap, de symbol monkey inderdaad. Ja. Wel een soort van hilarische item om te vinden en te gebruiken. En het zijn ook gewoon leuke knipogen. Black Ops 4 voelt in zich geheel heel erg als een soort van hommage naar de overige 3. Multiplayer heeft bijvoorbeeld ook 14 maps, waarvan 4 klassieke uit Black Ops 1. Ja. Die echt fantastisch zijn om weer mee te spelen. En vooral met Jungle Summit, Firing Range. En Slums. Slums. En dat voelt ook weer fantastisch om te spelen, vooral met die vernieuwde gameplay. Met het wat tragere doodgaan, het healen, de operators. Het is gewoon heel erg vet. Ja. En bij zombies hebben ze het precies hetzelfde gedaan. Dan heb je ook een map die is geremasterd, Black Ops 2. En bij Blackout is gewoon 1 grote hommage naar alles wat met Black Ops te maken heeft. En zo voelt Black Ops 4 heel erg. En met Blackout hebben... De potpourri van Black Ops. Precies. En Black Ops 4, vooral Blackout, is echt... Het kan echt een Fortnite of een PUBG killer zijn. Mits het misschien een keer los gaan uitbrengen of zo. Want dat is, weet je, dat is het een beetje. Ik zou het niet beyond Activision vinden om straks voor 20, 30 euro Blackout een soort van standalone te maken. Op die manier zou het wel echt een concurrent kunnen zijn van PUBG en Fortnite. Ik heb het idee dat in het huidige pakketje is het nog steeds gewoon een hele goede Call of Duty, maar niet zozeer een directe concurrent van zeg maar de grote Battle Royale games. Precies. Maar het is nog steeds gewoon, het is wel een hele fijne Battle Royale. Er zitten ook gewoon vehicles in, er zitten vehicles in en dat is best wel speciaal voor... Fucking helikopters. Helikopters, je boten, je hebt ATV's en je hebt trucks waar je echt met 5 man in kan of zo. Wat raar is, want je hebt maar teams tot met 4 man. Dat is verbroederend. Want ja, dan ga je op een gegeven moment met andere teams. Hey, spring achterin. Ja, of je ontvoert iemand of zo. Ja, precies. Maar ze hebben gewoon heel veel dingen gedaan wat Activision met Call of Duty nooit heeft gedaan. Die map is ook de grootste wat ze ooit hebben gemaakt. Ja, dat is best wel bizar. Want ook in de beta was toen wel af en toe een beetje te zien van... Oké, omdat de schaal zo groot is, is de game zelfs op PlayStation 4 Pro niet enorm zeg maar, mooi geoptimaliseerd. Hoe is dat nu in de uiteindelijke versie? Is dat wel een beetje opgepoetst? Het draait wel een stuk beter. Bij de beta en die event waar we geweest zijn was het echt heel veel pop-up. En het was gewoon ook lelijk. Het is nu ietsje beter geworden. Het is nog lang niet perfect. Je hebt bijvoorbeeld dat de wapens veel te laat inladen. Dus als je geland bent, dat het even duurt voordat de wapens voor je verschijnen. Dat kan 1 of 5 seconden duren. Druk op vierkantje om niks op te pakken. Ja, exact. Dus dat soort dingetjes moeten nog wel eruit gepatcht worden. Frame-drops vallen mij reuze mee. Okay. Want ze hebben al een keer aangegeven dat ze de 60 fps bij Blackout niet gaan halen. Nee, is volgens mij gelokt op 30 ook als ja. ik het goed heb. Nou ja,
Ik weet 30 niet. En een beetje. 30 en een beetje. Het is best wel vloeiend. Ik vind het beter draaien dan ze hadden voorspeld zelf. Okay. Dus dat is wel een positief dingetje. Maar ook af en toe pop-ups waardoor je denkt dat er iemand loopt, weet je. Het is een beetje... Ja, dat had ik heel vaak, omdat dan weet je wel, een bosje klipt door een stuk hek en dan precies van, dat is precies de vorm van een persoon. Ja, exact. En dat is in een Battle Royale dat je dat niet hebben, dat je elke 5 seconden denkt, oh nee, dat is een bosje, dat is gewoon een clipping artifact of zo. Ja, dus dat soort dingen gebeuren nog wel, maar het is lang niet zo storend als zeg maar de eerste 9 maanden van PUBG die echt gewoon technisch kapot was. Ja. Inmiddels is het gelukkig een beetje verbeterd, maar het is natuurlijk nooit te vergelijken met hoe vloeiend gewoon Fortnite en dergelijke draaien. Ja, precies. Nee, maar Call of Duty is wel echt heel goed op weg om met Blackout een hele goede Battle Royale te zetten. En perks. Perks, ja. Die wil ik ook even eruit halen. Perks en de speciale wapens die de operators hebben in de multiplayer zijn ook heel erg tof erin verwerkt. Perks zoals awareness bijvoorbeeld, dus als je een beetje de voorzichtige speler bent, kun je lekker van huis naar huis lopen. Met awareness hoor je dus de voetstappen veel beter van eventuele tegenstanders. Je hebt ook engineer, dat je de voertuigen al door muren heen kan zien, dat je weet van hey, daar is een ATV, we gaan daarheen. Want... Het zijn wel game-changing perks, ze zijn maar tijdelijk. Maar ik heb wel het idee dat als je ze goed weet in te zetten, dat er wel een soort van metagame ontstaat. Als je ze heel goed weet in te zetten, dan kan je jezelf zo voordeel geven. En dat is echt een stukje extra tactisch spelen in Blackout, wat je niet bij Fortnite en niet bij PUBG ziet. En dat vind ik gewoon een hele leuke laag die daarbij zit. Want ik had bijvoorbeeld laatst awareness en dead silence, waardoor je niet gehoord kan worden. Dus je bent in principe gewoon een assassin die andere mensen... aanhoort komen. Dat zijn hele fijne dingen als je in een heel klein cirkeltje zit. En zo, ja, eigenlijk wel. Maar en je hebt, elke perk heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Je hebt ook een perk dat je alle loot kan zien al door muren heen. Dat je precies weet van daar zit een wapen die kan ik gebruiken. Dat is bijvoorbeeld heel handig als je net gedropt bent en je vindt dat. Ja, dat is ook weer een extra stukje communicatie. Want dan heb je bijvoorbeeld 1 iemand die perk heeft en de rest van het team die gaat dan weet je al call-outs doen van jongens skip dit huisje maar er ligt niks tofs. Ja, en dan krijg je wel weer inderdaad, dat begrijp ik heel goed, dat er een soort van extra laagje bovenop zit. En ja, het maakt het gewoon, ja, ik ben gewoon echt heel erg blij met Blackout. Okay. Echt ontzettend. Is er anders nog iets? Want je hebt natuurlijk die algehele multiplayer, waarin je nu ook nieuwe modi's hebt, zoals natuurlijk Heist en dergelijke. Heist en Control. Ja, het is basically Battlefield en Counter-Strike. Het is basically King of the Hill en Counter-Strike, als ik dat weet. Nou, Heist is echt een beetje Counter-Strike. Dat is inderdaad met elke keer een ronde en een keer geld verdienen door zakken met geld te jatten. Of het hele team uit te schakelen en dan win je de ronde, krijg je geld. Met geld kan je tussen de rondes wapens kopen. Ja, het is Counter-Strike. Ja, maar het werkt. Het werkt en het is vet. Control is... 2 punten die je moet overnemen of moet verdedigen. Je hebt maar een gelimiteerd aantal respawns. Voor mij 30 voor het hele team. Je zit in teams van 6, dus het is op zich nog best wel ruim. En je moet dan punten overnemen. En that's it eigenlijk. Alleen het is wel heel goed gebalanceerd, want de aanvallers hebben maar weinig tijd. Dus die kunnen moeilijk een beetje gaan campen en een beetje rustig doen. Je moet echt die strijd aangaan. Okay. Maar het moet wel voorzichtig spelen, want je hebt maar zoveel respawns. Dus de balans is misschien nog iets beter te krijgen door die respawns ietsje lager te doen. Een stuk of 20 of zo. Waardoor je nog wat meer tactische... Want ik vind de tactische modi vind ik gewoon nog steeds leuk. Team deathmatch, hartstikke leuk. Maar control en domination, dat soort dingen, blijven toch altijd mijn favorieten. Ja. Maar het zijn gewoon leuke modi's, gewoon leuke toevoegingen. Okay, dus dan heb je die algehele multiplayer met dus nieuwe modi's. Je hebt Blackout. Geen singleplayer meer dus. Is er dan nog iets anders aan of is dat het complete pakket en is dat genoeg? En je hebt natuurlijk dan ook nog de zombie-mode zelf. Oh, tuurlijk. Hoe kon ik het ook vergeten? En ik denk, ja, waar gaan we heen? Gaan we afsluiten? Moeten we zombies nog hebben? Okay, hier bij deze zombies. Zombies is ook gewoon het grootste pakket wat ze tot nu toe hebben aangeboden met zombies. Je hebt 3 maps, waarvan 2 echt compleet bankers zijn, echt raar. Ik vind dat oprecht heel erg apart. Dat je zegt de grootste zombies ooit, 3 maps. Ik heb het idee dat andere Call of Duty games dat ook wel een keer 3. Ze hadden altijd maar 1. Dat is zo weird. En het werd later altijd een beetje uitgebreid en zo, maar je had altijd maar 1 map. Ja, ik wou het zeggen, 2. Dan inderdaad zit ik te denken aan DLC of zo dan. Maar je hebt er nu 3 standaard. Okay, en mooi. Er zit dan een 4 erbij voor als je de season pass hebt, want ja, die zit er wel weer bij. Tuurlijk. Dat blijft altijd een minpuntje, vind ik, maar goed. Dat doet niks af van de game, want je hebt gewoon een complete game als je hem koopt hoor. Maar er zitten 3 maps bij. Eentje speelt zich af in een of ander Colosseum. Wat echt een bizarre map is met demonische tijgers erin en weet ik veel wat. Het is ontzettend vet. Je hebt er eentje op de Titanic, echt op het moment dat hij zinkt. Vet. Dat er zombies dan over de boeg komen ineens. Okay.
En er is een remake van de zombie map uit Black Ops 2, waarvan ik de naam vergeten ben. Oké, dat was een Duitse naam volgens mij. Ja, waarschijnlijk wel. En ja, dat is gewoon weer... Is het gewoon weer lekker over de top? Het is over de top. Hoe zijn de easter eggs? Ja, dat is een beetje de late game. Voor ja, precies. Er zitten easter eggs in. Ik zag er al eentje voor. Ik wil niet te veel spoilen, moet je lekker zelf achterkomen. Maar aan het einde van die arena, die Colosseum map, kom je een oude bekende tegen uit een van de Black Ops games. Die dan een of andere baddie bleek te zijn of zo. Dat zijn leuke easter eggs. Dat zijn leuke easter eggs. Maar dat is ook hun dingetje natuurlijk. Maar de gameplay is weinig veranderd nog steeds. Je schiet zombies neer in waves. Je krijgt punten, je haalt er wapens mee. Je doet deuren open om verder te kunnen in het level. Ja. En er is een manier om dan te ontsnappen via een paar zegels te vinden van een of andere deur. Terwijl je dus wordt aangevallen door zombies. En ja. Dat is eigenlijk nog steeds de hele crux van zombies. Je characters hebben nou ook perks en special attacks. Die ook echt gebaseerd zijn op goden. Dus je hebt ook Odin en... Cool. Iets met donder. Zeus heb je ook nog. Iets met... Donder. Ook donder. Odin is niet... Odin en Zeus zijn allebei... Thor. Ja, kut. Ja, inderdaad. Ja, mijn fout. Maar daar hebben we dus over special attacks. Hebben we ook op een gegeven moment een of andere staf had van Ra die een fire afvuurde. Het was echt super weird. Het is echt zo over de top weer. Maar het is wel heel vermakelijk. Het is leuk. Okay. Samenwerking is nog steeds belangrijk. Dus ja, het is gewoon leuk vermaak. En alles is een splitscreen te spelen. Ja, bizar. Maar echt alles is dat vind ik zo leuk. Ja, zie je, Battle Royale zou ik nooit op splitscreen willen spelen. Moet je ook niet willen, maar het is wel vet dat erin zit. En, ja, oké. Kijk, je kan iemand wel gewoon zo introduceren van, joh, je hebt nog nooit Battle Royale gespeeld? Kom, we gaan lekker met z'n tweeën een potje, kom met mij op de bank zitten, we hebben hem nou toch. Ik vind splitscreen altijd een goede toevoeging. Ik heb liever een splitscreen dan een singleplayer, laat ik het zo zeggen. Oh, wauw, oké. Dan heb je het. Dus dat is een flink statement. Ja, nee, splitscreen zit erin. Het zorgt er wel voor dat de prestaties een klein beetje naar beneden gaan. Kan ik me voorstellen, als je twee keer die hele map van Blackout moet runnen bijvoorbeeld ook al. Ja. Ja, het zou in de andere multiplayer modi's waarschijnlijk iets minder zijn, maar vooral bij Blackout gaat de prestatie wel wat naar beneden. Zijn ze mee bezig, er zijn al patches onderweg. Okay. Maar splitscreen in Blackout was voor mij wel echt een grote verrassing, want dat hebben ze nergens gezegd. Totdat ik dat per ongeluk een keertje aanzette. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat niet heel erg groot in de media wil spelen, want ik zou ook zoiets hebben van... Ja. Battle Royale splitscreen, fuck off. Dan zien we allebei niks. Nee, maar toch, ik vind het is een leuke toevoeging om gewoon op de bank een keer gewoon lekker laid back een potje te spelen. Om een beetje te voelen hoe Blackout eigenlijk is. Ja, ja, okay, dat is inderdaad wel een goede dan. Maar ja, het is vet. Ja, ik ben gewoon blij. Al met al zou je zeggen, is dit echt wel een keer wat Activision eigenlijk altijd belooft. Dat dit weer de grote Call of Duty is die alles weer omhoog helpt. Ja, ze hebben gewoon overal extra tijd in gestopt, extra liefde in gestopt. De multiplayer is wat trager, wat ik persoonlijk veel fijner vind. Ze proberen tactischer te worden met zowel Blackout als met dingen als Control en Heist. Ook gewoon met het toevoegen van jezelf kunnen healen en zo. Zombies is gewoon heel geinig. Het is veel content. Ja, het is gewoon heel goed. En ook zonder die singleplayer. Dus nogmaals, die singleplayer, ik ben er echt heel blij mee dat ze hem eruit hebben gehaald. Want ik speelde hem ook al niet meer. Al jaren niet meer. Jij was een van die gasten die enquête invulde. Zei van flikker er maar uit. Ja, nee. Ik gewoon eventjes op YouTube dan even een uurtje van die campaign zitten kijken. Ik denk, lachen. Maar... Dat zijn wel dure singleplayers wel. Hè? Ik bedoel, waren niet heel lang van duur vaak. Maar ik bedoel, Kevin Spacey even aflokken. Ja, er zaten vaak. Inmiddels misschien is die wat goedkoper om te krijgen. Maar... Twee tientjes. Ja, maar ik bedoel, Kit Harington. Van de scouting, maar goed. Ja. Maar goed, ze hebben hem gestript, ze hebben geld ermee bespaard. En je kunt dus duidelijk zien dat ze dat geld en die tijd die ze gewonnen hebben, dat ze die steken in de multiplayer. Ja. It pays off. Als je meer wil weten over Call of Duty, Black Ops 4, de Blackout, de zombies, alle modus, maakt allemaal niet uit. Ga vooral de review van Amador lezen, die is extensief, ontiegelijk lang. En daarin net staat als alles deze review trouwens. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar goed, we hebben alles behandeld, tenminste zou je zeggen. Als je zoiets hebt van, hey, we hebben nog iets niet behandeld, laat het weten in de comments. Misschien reageren we er nog wel op, dat we zeggen van, hey, zo en zo zit het. En heb je zelf vragen of meningen of opmerkingen, drop ze maar hieronder. En natuurlijk, we ontvangen ook graag de haat richting Activision, omdat ze geen singleplayer erin hebben gedaan. Oh ja, waar wij niks om geven, maar schijnbaar gaan mensen daar helemaal wild voor. Doe je ding. Je bent welkom hieronder. Ja, ik reageer ook. Komt goed. Cheers.